Dit is Bright TV, het techprogramma vol van vernieuwing vanuit Alab Amsterdam. Ja, vernieuwing door bijvoorbeeld chips in je lijf te stoppen. Wauw. Of vernieuwing door slimme sporthorloges te maken. Om dit is eigenlijk voor iemand die fanatiek van trainen houdt. De tijd dat mensen en machine één geheel gaan vormen, komt dichterbij. En misschien is de eerste stap wel het implanteren van chips onder de huid. Nee, wat heb je helemaal aan, man? Je hebt geen bomgordel? Nee, nee, okay. Nee. Maar eigenlijk is het niks bijzonders. Hè? Ik ben gewoon een doorsnee Nederlander met technologie. Ga de straat op, leg mijn hartslag vast, navigeer via mijn bril. Zet het allemaal in virtual reality op YouTube, in de cloud. Dat is toch eigenlijk niet zo bijzonder? Nou, je lijkt wel de Bionic Man, man. Ja, was het maar waar. Al die chippies die nu aan de buitenkant zitten, die moeten allemaal naar de binnenkant. Nou zijn er al mensen die hebben een NFC-chip onder hun huid geplaatst, à la een OV-chipkaart. En daar zijn we langs geweest. Kijk maar even. Zo zie je de chip dus eigenlijk niet. Hier zit hij. Je kan hem wel goed voelen. En als ik zo op de uiteinde druk, dan zie je hem dus omhoog komen. En dan heb je ook een goed idee hoe groot de chip is. Hij is iets groter dan een rijstkorrel. Mee naar binnen. En met die chip kan Enna zo de sportschool in. Overal gebruiken, want als ik bijvoorbeeld hier kijk, bij deze chip lezen gebeurt gewoon niks. Dit apparaat heeft nog niet een sterk genoeg antenne om mijn chip te kunnen lezen. Ook webwereldjournalist René Schoenmaker loopt met zo'n chip in de hand, maar is niet onder de indruk. De NFC-chip is eigenlijk een domme chip. Hij kan zelf helemaal niets. Er zitten geen sensoren in, hij kan niks meten. Waar mensen klagen van ja, ik heb overal nu een pasje voor met NFC-technologie. Nou, dat kan dus binnen één chip in je hand, kan dat ook wel, maar voor maar een paar kleine toepassingen. En dus moet je wel een echte liefhebber zijn. €15,30, niet te goed. Wil je zo'n chip implanteren? Ik ben heel erg bezig met Quantified Self, met het meten van allerlei dingen. Voor mij is dit gewoon de volgende stap. En ik wil gewoon heel graag aan de voorkant van die ontwikkelingen zijn. Ik wacht natuurlijk wel op de chip die ook bijvoorbeeld informatie uit mijn lichaam naar een app op mijn telefoon kan doorsturen. Je hebt ook andere chips, die zitten vol met sensoren. Nou, als je die in je lichaam hebt, die kan bijvoorbeeld je hartslag, je bloeddrukmeter. Het duurt even voordat dergelijke technologie breed wordt toegepast. Want het vereist wel een omslag in denken. Er zijn in heel Nederland misschien nu een stuk of 30 mensen die hem hebben. Wereldwijd 2.000 à 3.000, dus het is nog niet mainstream. Ik weet niet of dat het ooit gaat worden. Ik hoop het wel, want dan zullen we ook meer toepassingen kunnen krijgen. Straks gaan we nog een stukje verder met computers die je in kan slikken. Maar eerst Erwin, jij hebt weer iets nieuws ontdekt, of in ieder geval een nieuwe trend. Ja, weet je nog dat we Google Now en Siri hebben getest? Ja, die virtuele assistenten op je telefoon, daar kan je tegen praten. Nog niet zo slim als Scarlett Johansson helaas in de film Her, maar een begin, ja? Ja, klopt. Maar er is een alternatief in de opkomst, de messaging bot. De messaging bot in tekst dus, en niet in stem. Juist, het is een virtuele assistent die je aanspreekt via tekstberichten. Oké, maar dat is toch veel minder cool dan via stem, via geluid? Ja, en hou in gedachten dat messaging op de smartphone veruit de populairste toepassing is. Hè, met WhatsApp, Facebook, Messenger, ja. SMS ook niet te vergeten. Hè, en op het oog lijken tekstberichten sturen naar een virtuele assistent. Misschien niet de meest geschikte of coole interface of manier om interactie te hebben met zo'n messaging bot. Maar het is voor een heleboel mensen wel de meest comfortabele manier. He, gewoon dat tikken, dat zijn we gewend. En vind jij dat ook? Ja, er zijn insiders in Silicon Valley die menen echt dat dit echt de nieuwe interface wordt van internet. He, dus na het zoeken op het web of dingen zoeken aan de hand van hele specialistische apps, wordt dus die messaging bot wordt de interface waarop jij dingen gaat zoeken. En jij gaat daar dus in mee? Nou, het staat nog een beetje in de kinderschoenen, dat wel. Maar ik zie wel heel veel potentie. Één toepassing die wij hier trouwens zelf bij Bright ook gebruiken, Slack. Een soort die kruising tussen WhatsApp en Dropbox voor bedrijven en organisaties. Die zijn daar heel voortvarend mee in de weer. Daar heb je bijvoorbeeld apps als Howdy en Assist die je kunt aanspreken in Slack. Waar je dus gewoon een tekstberichtje naar stuurt. En die kan dan voor jou je lunch bestellen of workflow activiteiten in kaart brengen. Best geavanceerd. Maar dat zijn dus gewoon computers die jouw berichten antwoorden.
Ja, het zijn eigenlijk een soort programma's. Hè? Maar wel de truc is, je kunt ze trainen, ze kunnen ook van je leren. Dus het is echt in een rudimentaire vorm, maar echt een kunstmatige intelligentie. Oké, okay. Heb je een voorbeeld van hoe dat dan zou werken voor de consument? Eentje die onderweg gaat zijn, na Slack dus wat er al is, weet ook dat Facebook bezig is met M. Ja. Dat is zo'n bot die zij in hun Facebook Messenger gaan stoppen. Daar krijgen we allemaal mee te maken dus uiteindelijk. Ja, die wordt nu getest in Californië, maar die gaat wereldwijd uitgerold worden. En weet ook dat Google, die kan natuurlijk niet achterblijven, met een vergelijkbare intelligente assistent op de proppen gaat komen. Als je nou Slack niet gebruikt, kunnen mensen dan nu al een beetje oefenen met die bots of een beetje bekijken? Ja, je hebt een aardig voorbeeld, dat heet Lark. Dat is een app en dat is deels een bot en deels een soort Siri trouwens. En dat is helemaal gespecialiseerd op fitness en diëten. And let me show you how Lark works on my iPhone. So Lark asks what I ate. Eggs, bacon and a side of toast and coffee. And that's it. She responds instantly. Oh, and it looks like I've had bacon too many times this week. But maybe I could swap that out for something a little leaner. Great. Lark also tracks how active I've been and keeps me motivated. It's like having a buddy and a coach in my pocket. Ja, een tweede voorbeeld is Operator. Dat is een app, nog in beta, maar goed. En die helpt jou bij het winkelen, maar echt op een hele gave manier. Je maakt bijvoorbeeld een foto van iets, van ik zoek dit. Stuurt het naar die bot en die gaat dat vervolgens voor jou bestellen. Maar het is eigenlijk dus een soort van Shazam voor spullen. Ja, dat is een goeie, ja. Ja, ja, we moeten... ja nee, dus die messaging bots moeten we echt in de gaten houden. Ja, een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat de verkoop van smartwatches en fitnesstrackers verdrievoudigd is in het laatste kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Dan denk je misschien dat komt door de Apple Watch. Nou, die staat niet op nummer 1. Nummer 1 is een fitness tracker, de bekende Fitbit. Maar vandaag heb ik het TomTom Multisport sporthorloge met cardio, muziek en GPS. De Spark heeft echter een paar nieuwe features, zijn heel handig. Je hoeft nu echt je smartphone niet meer mee te nemen, want hij heeft een ingebouwde MP3-speler en die speel je af op draadloze koptelefoon via Bluetooth. Bovendien houdt hij de hele dag ook je stappen bij. En 's nachts, als je hem draagt, houdt hij ook je slaap in de gaten. Ja, de Spark is een multisporthorloge. Je kunt hem dus voor rennen, fietsen of eigenlijk elke willekeurige sport gebruiken. Gebruik je hem buiten, dan maak je gebruik van die GPS. Dat slurpt batterij, gaat hij maar 5 uur mee. Maar train je in de sportschool, dan kun je de GPS uitzetten en binnen rennen of binnen fietsen. En dan gaat hij veel langer mee, bijna een week. Ja, mocht je al een horloge van TomTom hebben of zelfs een Bandit Action Cam, dan herken je meteen de interface. En zelfs al herken je hem niet, hij is ontzettend makkelijk. Misschien wel de makkelijkste interface van al die wearables die ik tot nu toe gezien heb. Dankzij de GPS en nu ook die hartslagmeter die hieronder zit en mijn hartslag op mijn pols meet, kan ik op allerlei manieren trainen. Ik kan doelen stellen, afstand, hartslag, maar kan ook in specifieke hartslagzones trainen. En zelfs intervaltraining. Kortom, dit is eigenlijk voor iemand die fanatiek van trainen houdt. Voor het uploaden van muziek naar het interne geheugen van de Spark heb je een desktopcomputer nodig. Dat kan niet draadloos via je smartphone. Sluit je hem aan op je desktop, dan krijg je je speellijst uit bijvoorbeeld iTunes te zien. Maar Spotify kan dan weer net niet. Ja, het TomTom Spark Cardio GPS muziekhorloge is een hele fijne. Dat is mede dankzij de goede interface, de toevoeging van een nauwkeurige hartslagmeter en natuurlijk dat GPS. Maar dat mag ook wel, want hij kost maar liefst €250. En dan moet je er nog €50 voor deze Bluetooth koptelefoon neerleggen. Dat is een hele smak geld. En daarom ga ik nu echt mijn geld terugverdienen door even stevig te trainen. Een paar weken geleden maakte Bram zich nog boos in Bright TV over het feit dat er geen gemakkelijke apps zijn om geld over te maken naar je vrienden. Bijvoorbeeld via een telefoonnummer. En ING die heeft daar volgens mij naar geluisterd. Want die kwamen met de app Twip, waarmee dat wel zou moeten kunnen. En Tony testte hem.
Ja, Tweep is een nieuwe app voor iPhone en voor Android die het heel makkelijk moet maken om geld over te maken naar je vrienden. Dat is nu een hoop gedoe met IBAN-codes en dan weer wachten via internetbankieren. Wanneer wordt het overgemaakt? Ja, met Tweep gaat het eigenlijk gewoon met één druk op de knop meteen naar de ander toe. Maar werkt dat ook goed? Nou, ik vind de installatie echt super simpel. Je voert je telefoonnummer in, die bevestig je via een code en vervolgens kan je je adresboek checken op mensen die ook Tweep gebruiken. En dan vervolgens komt de belangrijkste drempel voor Tweep. Je moet namelijk je saldo opwaarderen. Ja, dat kan via iDeal of via je creditcard. En pas dan heb je een saldo in de app zitten en pas dan kan je snel geld overmaken. Maar heb je dat eenmaal gedaan, dan werkt het ook als een trein, moet ik zeggen. Je klikt gewoon de persoon aan wat je wilt overmaken en hup, die persoon krijgt meteen een notificatie dat hij geld heeft gekregen. Gaat veel sneller dan met internetbankieren. Dat is het grote voordeel van deze app. Ja, het grootste nadeel van Tweep is eigenlijk misschien niet eens dat opwaarderen van het saldo, maar dat er nog bijna niemand op die app zit. Na een week vond ik 5 mensen uit 400 man in mijn adresboek die het al gebruikten. Ja, dat moet natuurlijk veel beter worden. Maar ja, de grote vraag is, gaan mensen dat dan gebruiken? En er zijn al andere apps zoals PayPal en Bunk. En ook dat, ja, daar zie je gewoon dat een hele hoop mensen dat nog niet hebben gedaan. En alles staat of valt met dat je al je vrienden op die app krijgt. Heb je dat eenmaal voor elkaar, dan vind ik dat het eigenlijk best wel goed werkt. Straks een hybride die klinkt als een V8. Welkom terug bij Bright TV. Straks computers om in te slikken. Ja, en we zijn een groot voorstander van elektrisch rijden. Maar die auto's zijn zo stil. Mag ik best wel een beetje lekker geluid geven? Het voelt een beetje alsof ik op pad ben met een ruimtevoertuig of iets dergelijks, maar ik zit in de BMW i8. Dat is een van carbon gemaakte sportauto, zowel elektrisch aangedreven als met een 3-cilinder benzinemotor. En samen heb je vergelijkbare prestaties als een Porsche 911, maar ik rijd nu gemiddeld 1 op 20. Dat lukt je met die Porsche niet. En het voelt van binnen alsof ik in een voertuig zit uit de toekomst. De blauwe LED-verlichting die 's nachts opgloeit, de metertjes overal. Maar ook het geluid of het gebrek aan geluid nu. En dan moet je straks even luisteren naar het geluid dat die maakt als ik optrek. Wait for it. Ik heb nog nooit in zo'n futuristische auto gereden als deze. En dat is inclusief Tesla's Model S. De manier waarop dingen afgewerkt zijn, de manier waarop kleur gebruikt is, waarop licht gebruikt is, allemaal zo subtiel en zo anders. Dat mensen die zitten achter tevoren op de fiets maken smartphone fotootjes. Je hebt superveel bekijks met deze auto. En het klinkt natuurlijk best wel lekker, maar het is ook een beetje raar. Want die 3-cilinder maakt dit geluid niet. Die elektrische motor maakt dit geluid ook niet. Dat geluid wordt kunstmatig toegevoegd. Want het idee is, ik wil het gevoel hebben dat ik in een snelle, sportieve auto zit. En daar hoort dat geluid bij. Maar hoort dat geluid daar in 2020 ook nog bij? Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb veel liever een... En dan een Star Wars, Star Trek geluid. In plaats van dat dit als een soort laminaat, zeg maar, over de ervaring ligt. Als BMW ietsje meer ballen heeft, dan gaat het geluid gewoon weg. En voor de beste video's van Bright.nl is hij natuurlijk Mirjam! Je hebt best wel veel gadgets waar je eigenlijk helemaal niet zoveel aan hebt. Maar die het wel verdomd goed zullen doen op feesten en partijen. I saw this thing earlier in the year. I called it the ultimate vaporware. I don't know anybody who actually needs this, but I can imagine a lot of people would have some fun using it. It's basically a generic Android phone that's been reskinned as Vaporcade. And then on the top here, it's got a cartridge full of liquid and a little attachment for you to smoke through. The phone is what provides the power and they say you can get 800 puffs or about 4 packs of cigarettes in. De tv-klassieke Robot Wars komt na 12 jaar weer terug op de buis en wel bij BBC 2. Je weet wel die show waarin door hobbyisten gemaakte robots de strijd tegen elkaar aangaan in een kleine arena. Hakken, zagen, vlammenwerpers,
gaten in de grond waarin ze verdwenen. We gaan even kijken naar een oud fragment. Kwaliteit is wel een beetje uit het wijnjaar nul. 3, 2, 1, activate. Een heel klein Street View autootje heeft het Duitse Maduro Dam 360 in kaart gebracht. Das Miniatur Wunderland, excusez-moi voor mijn Duits, is dus nu te zien op Google Maps. Intel vestigde in Hamburg een record door met wel 100 drones in de lucht te dansen. En dat leverde wel zo'n mooi lichtspektakel op, dat het wat mij betreft wel als alternatief mag dienen voor het vuurwerk dat elk jaar wordt afgestoken met oud en nieuw. Hoverboarden mag niet meer in Nederland en elektrisch longboarden eigenlijk ook niet. Maar Bram, die heeft een maling aan. Er komen steeds meer elektrische longboards op de markt. Een van die elektrische longboards is de Unique Ego. En die mag ik vandaag uitproberen. En hij is van Jimmy. Ik ben 2 jaar geleden mee begonnen en ik ben absoluut geen skateboarder en nog geen longboarder. Dus voor mij was het helemaal nieuw. Maar het is heel makkelijk om te leren. Dit is de afstandsbediening die bij het longboard hoort. Ja, en het is echt zo simpel als beltje naar boven, hier gaat hij al. En beltje naar beneden is remmen. Nu ik nog. Daar komt hij. Oh, fuck. Ah ja. Kijk, nu een stuk rechtdoor. Kan ik een beetje vaart gaan maken. Ben je trots op me, Jamie Boy? Ik voel wel alsof ik echt als een oma erop sta, maar ook oh, fuck. Is dat de maximale snelheid? We zijn weer terug waar we begonnen zijn. Ik tril echt nog op mijn voeten. Ik heb wel opgelet, het mag niet, het is verboden. Nou wordt er in Nederland een hoop gedoogd en een hoop door de vingers gezien. Ik heb er zelf in ieder geval geen slechte ervaring mee gehad tot dusver. Tot zover mijn avontuur op het elektrische longboard. Ja, ik vond het echt super vet. Hartstikke spannend ook. Maar na een kwartiertje, 20 minuten, kreeg ik er plezier in en een beetje vaart in. Het zou best wel een goede vervanger kunnen zijn van je fiets voor kleine ritjes in de stad. Maar ik ga met een voldaan gevoel en met de fiets naar huis toe. Eerder in deze uitzending lieten we enkele pioniers zien die zelf al chips in hun lichaam hebben gestopt. Maar echt functioneel was dat niet. Maar dat gaat wel veranderen. Ja Dave, die chip in je hand, dat wordt hem niet, hè? Nee, lijkt me helemaal niks. Moet je elk jaar geopereerd worden voor een update. Ja. Maar wat dan? Nou, er zijn echt wel toepassingen te bedenken. Bijvoorbeeld een slimme pil die navigeert door je lichaam en die stuurt fysiologische data draadloos naar artsen. Eigenlijk is het een soort autonoom vehikel. Ja, het is de Tesla van het lichaam. De capsule gaat en je slikt die in en die gaat mee met het spijsverteringsstelsel, met de spijsvertering. Dit is een pil en niet zomaar een pil. Dit is de Medimetric IntelliCap pil en hij is slim. Maar wat is er eigenlijk slim aan? Wel, wat er slim is aan deze IntelliCap,
is dat ze autonoom door het lichaam kan navigeren en daar op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid, het medicijn vrijgeven. En wat ook belangrijk is, naast het vrijgeven van het medicijn, is ook communicatie met de buitenwereld. Het is een soort connected device. En wat kan hij nog meer? Want ik heb begrepen, naast afgifte van medicijnen op de juiste plek, het navigeren door het lichaam, kan hij nog veel meer? Ja, naast het afgeven van de medicijn, omdat er een pompje in zit, een pompje werkt in twee richtingen, kan je ook stalen gaan nemen in het maag-darmstelsel. En dat is ook heel uniek, maar je kan dat op een heel elegante manier gaan doen. U beschrijft, hij navigeert door het lichaam. Hij kan medicijnen toedienen, hij kan monsters nemen. Ik geloof dat hij zelfs fysiologische eigenschappen kan meten, zoals temperatuur. Dat allemaal nog eens een keertje draadloos naar de buitenwereld toesturen. Dat kan toch niet in zo'n klein pilletje? Wat zit er dan in? Dus dit is een soort engineering schema van de IntelliCap. Belangrijk natuurlijk is, hier zit, zit de medicijncontainer in. Waar de drug of het farmaproduct dan in zit. En hier zit eigenlijk de elektronica. pH-sensors in de pil meten de zuurtegraad in je maag en darmen. Omdat de zuurtegraad overal anders is, weet de pil exact waar hij is en of het medicijn al afgegeven mag worden. Hoe kan de slimme pil in de toekomst de gezondheidszorg verbeteren? Dit kan eigenlijk op twee manieren. Enerzijds tijdens de ontwikkeling al. Door de absorptie, een heel specifiek deel van het maag-darmstelsel te laten gebeuren, kunnen we de hoeveelheid van het medicijn eventueel verbeteren. En anderzijds, door het op een meer precieze manier te gaan doen, kunnen we ook de effectiviteit van het geneesmiddel verhogen. En die twee zaken zullen daartoe bijdragen. Hey, als die slimme pil dit nu al kan, hoe ziet 2025 eruit in onze glazen toekomstbol? Nou, dat ziet er heel mooi uit. In ieder geval zonder al die rare gadgets op jouw lichaam, volgens mij, Dave. Precies. Ja, check ook vooral Bright Ideas, ons webmagazine, waar ook meer over dit onderwerp is te vinden. Tot volgende week, jongens en meisjes.